Hallo, mijn naam is Digna de Bruin. Ik ben van de Rechtmakers. En achter mij zien jullie Zorro. Die kijkt zeer geïnteresseerd naar iets in de verte. Ik hou mij bezig met het maken van duurzame contracten. Na een lange carrière in de advocatuur heb ik zo'n 10 jaar geleden het roer omgegooid. En ben ik bezig gegaan met conscious contracting. En mijn eigen methode heb ik ontwikkeld. Grotendeels in de praktijk en voor een deel ook geïnspireerd door de principes van buurtzorg. En door mijn eigen levenservaring. Waar ik het nu over wil hebben is de dwingende rol van het geld. Wat er heel vaak gebeurt en wat ik heb gezien ook in alle processen die ik begeleid heb tussen zorgverzekeraars en buurtzorg dan vooral, is dat heel snel gaan al die gesprekken en onderhandelingen over het feit van ja, oké, hoe zit het financieel? En dat is ook de neiging van inkopers en mensen die de deal moeten maken om te beginnen bij dat geld. Maar dat heeft heel veel nadelen, want eigenlijk begin je aan het uiteinde, zou ik maar zeggen. Namelijk, je moet het hebben over de vraag, in mijn ogen, van wat is nou goede zorg en wat is daarvoor nodig en wat zijn thema's waar we het over zouden moeten hebben, waar we nu niet aan toekomen. Bijvoorbeeld preventie, hoe kun je mensen minder snel naar het ziekenhuis sturen of dat ze er sneller uit kunnen. Hoe kan je goede en effectieve interventies doen? En dat kun je natuurlijk ook gaan onderzoeken en in de praktijk uitproberen. Of daarvan leren samen. Wat zijn effectieve dingen om te doen? Dat soort zaken die kwamen eigenlijk normaliter helemaal niet ter sprake. En waarom? Ja, omdat alles meteen over dat geld ging. Nou, in de trajecten die ik gedaan heb, hebben we eigenlijk dat omgedraaid en gezegd, je begint van je gesprekken vanuit de inhoud. Dus met die vraag, wat is nou goede zorg? En vervolgens is het natuurlijk een onderdeel dat het ook doelmatig moet zijn. Hè? Dus dat het moet leiden tot, als het enigszins kan, dat de kosten naar beneden gaan. Het kan trouwens best zijn dat je ook misschien meer moet investeren in bepaalde dingen om op termijn te zorgen dat die kosten naar beneden gaan. Als je het over preventie hebt, ja, dan moet je misschien dingen doen die nu niet betaald worden, maar die uiteindelijk leiden tot veel betere resultaten en waarmee je veel ellende in de toekomst voorkomt. Nou, dus wat is de moraal van dit verhaal? Dat is, ja, staar je niet dood op, ik zal maar zeggen, de centen. Maar begin met waar het echt over gaat. De samenwerking, het onderwerp van het duurzame contract. En dat geldt niet alleen voor de zorg, maar dat kan je ook in alle andere branches toepassen. Ik heb dat ook in de infrastructuur bij Rijkswaterstaat of bij ProRail. Maar noem maar op, het gaat eigenlijk altijd, is dat naar mijn idee het belangrijkste, dat je de focus legt op de inhoud, wat wil je samen doen. En dat het financiële daar een onderdeel van is, ja, oké, maar niet het vertrekpunt. En als je op deze manier het proces inricht, dan krijg je uiteindelijk veel betere gesprekken en gaat het ook over datgene waar het echt over moet gaan. En dat is denk ik een gemis. Dat gebeurt nu veel te weinig. En ja, dat betekent dus ook dat je mensen van de inhoud aan tafel moet hebben. Nou, dit is even mijn visie over dit onderwerp. Heel kort, er valt natuurlijk veel meer over te zeggen. Maar misschien dat je het herkent. Ik ben heel benieuwd, ook naar reacties. En ik hoop je een andere keer weer te zien bij mijn volgende filmpje. Dankjewel.